U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een bandje bewolking over Nederland. En uit dat wolkendek valt ook een heel klein beetje regen. Op de lijn Alkmaar naar het oosten van Overijssel. Het wordt in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen droog. Het zuiden heeft de meeste zon. In het noorden breekt de zon ook alweer wat door. Temperaturen tussen 8 en 13 graden. Vanmiddag kan het in het zuidoosten nog 20 graden worden. Een heel kleine kans op een bui. Maar waarschijnlijk blijft het gewoon droog. En de zon schijnt van tijd tot tijd. In het noorden is het minder zacht. 10 tot 12 graden. En de wind steekt langs de westkust vooral op. Uit het noordoosten de waait het vrij krachtig windkracht 5. Vanavond een gemengd beeld met wat wolkenvelden en wat opklaringen. Temperaturen tussen de 9 en 15 graden. Morgen een dag die begint met wat wolkenvelden. Een beetje zon, in de loop van de dag schijnt de zon vaker. 10 graden op de wadden, 14 in het zuiden van het land. Wind uit de noordelijke richting, meest matig boven land en vrij krachtig langs de kust. Zaterdag krijgen we dan duidelijk meer zon met 12 tot 15 graden... ...en iets minder wind uit een noord tot noordoostelijke richting. Zondag dan weer wat meer wolken, en maandag weer wat meer zon. En de komende dagen blijft het droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl